Hallo, goedemorgen. Moet even op de weg letten. We zijn op weg naar het witte dorpje Torren in Limburg. Gaan we even een kijkje nemen. We weten niet of we daar blijven, maar dat zien we zo meteen. We gaan eerst eens eventjes een kijkje nemen daar. Ik denk dat we een boog hier zijn. U heeft uw bestemming bereikt. Hey. Hallo. We zijn er. We zijn de nieuwe buren. We zijn aangekomen in Torren. Dagkaart kost 2,50 voor de camper. Nou, schappelijk bedrag toch? Die hebben we betaald. Het kaartje gaan we even achter de camper liggen. Of achter het raam van de camper liggen. Achter liggen op de grond. Nou, even achter de ruit. En dan gaan we even hapje eten. Dan gaan we een geocache doen van 1 kilometer of 10. Nou, welkom in Torren. We zijn er wel eens een keer geweest vroeger. Heel lang geleden al. Maar daar kan ik me eigenlijk niet veel meer van herinneren. Nou, we gaan even eten en dan gaan we stappen. Kijk eens hoe mooi, mooie beeldjes. Wat gaan we doen? Een wandelingetje, geocache wandelingetje. Ja, 1 kilometer of 10. Dus het wordt best een pittig dingetje. Lekker weer. In en om Torren. Oh, daar gaat mijn hand, dat is niet handig. Het witte stadje, kijk. Mooi witte huizen. En we gaan eerst naar het startpunt. We doen dus een soort kapellenroute. En dit is de waypoint. We zijn bij het volgende punt aangekomen. En dat was de vraag. Jacqui, wat was de vraag? Ik weet niet, hoeveel nagels? Hoeveel spijkers. We gaan even kijken hoeveel spijkers die heeft. Dat is de vredespaal, Jacqui. Is het. Allemachtig.
Bizar, hè? Ja. Allemaal brandende kaas, jongens. En meisjes. Heel gaaf. Kunnen ze ook nog de kerk in? Kapelletje. We hebben er weer een. We moesten even kijken voor het aantal sterren aan de hemel. Maar we kunnen er niet in. We kunnen het een klein beetje zien. Dus... Het is een gokje. Het is een gokje. Leven is een gok. Hè Ron? We staan weer ergens. En dan moeten we iets aan uitrekenen. Denk je makkelijk? Kijk. Griekse cijfers. Dat wordt even een dingetje. Dan hebben we een appje gevonden op de telefoon. MCN. X, X, I, I, I. Ah, ik druk het verkeerde knopje in. Ja. M, C, M. Kom op, Goochem. Ja. Hey. Dag, mazzel. Komt weer. Spiegel is alles. Ja. Kom op. Ga je boer even helpen. Daar ligt Toorn. Nog een lekkere tippel gemaakt. Zijn we, zei je nou, Chuck? Ik ben benieuwd wat we gaan halen voordat het donker wordt. We zijn net over de helft. Denk het niet. Ik weet het niet. Wacht. We zijn bij de volgende. Het is wel eens een mooi glas in lood raampje. Dit is geen aflevering van Kerkenpad. Dit is gewoon de mazzel op pad. Langs alle kapelletjes. Op naar de volgende. Ja, ja, we lopen het dorp weer binnen. Toar. Hoe spreek je het uit, mensen? Toar. Ah, ik woon in Toar. Ik begin een beetje te plensen. Loop op de Via Gladiola. Hey, we worden binnen geklingeld. Kijk die straat, mooi. We lopen zo het centrum in, denk ik. Ook wel aparte huizen, hè? Mooi. Of dat nou zo hoort, of dat niet zo hoort, maar zo mooi. Nou, we moeten nog een beetje doorlopen, Jacques. Hoi. Gaan we het niet redden. Nog een dingetje wat ons opvalt. Ja. Huh? Ja. Iedereen zegt hier gedag. Iedereen die je tegenkomt. Jong, oud, maakt geen moer uit. Iedereen zegt hallo, goedemiddag. Echt een gemeente. Ja. Helemaal top. Helaas. Niet kunnen vinden. Dus een heel eind gelopen. Het is ook net een boom gekapt waar die zou moeten liggen. Dus we vrezen dat het daar ergens op onder heeft gezeten. Dus, nou ja, in ieder geval een aardige trip gemaakt. Oh, Denneboom. Het is 4:30. Goedemorgen allemaal. We hebben gisteren een aardig stukje gelopen. Iets van 15 kilometer bijna gelopen. En ik voel het, want ik heb een blaar. Kun je nagaan. Geocache helaas niet gevonden. Ja. We hebben in ieder geval een mooie trip gemaakt. Kijk, hier hebben we dus geslapen vannacht.
3. Maar het staat nog niet illegaal. Maar goed, moet ieder voor zich weten. Maar ja, als er 3 plekken zijn, dan zijn er 3 bezet, dan rijden wij door. Maar goed, dat moet ieder voor zich weten. We hebben het witte stadje eigenlijk niet goed gezien gisteren, omdat we de omgeving een beetje gelopen hebben. Dus ik ga nog wat, even wat filmen in het stadje. Kijk eens hoe mooi de pannenkoeken bakken. Kijk, echte kerst al. We zijn iets te vroeg, ga je het nog niet open. Maar goed, ik was even mijn mondkapje vergeten, dus deze slaan we even over. We komen zeker nog een keer terug hier, want een heel mooi plekje. Linksaf na 400 meter. Dit was het weer wat betreft ons bezoek aan Toorn. We hopen dat jullie hem leuk vonden. En als jullie hem leuk vonden, geef dan dat duimpje weer omhoog. Dat vinden wij dan weer leuk. En op naar de 10.000 abonnees, jongens. Gaat hartstikke goed. Super. Dank voor het kijken. De mazzel.